Ja, inderdaad, koers in Polaren. Het is een hele belevenis opnieuw. Het was kort dag voor de organisatie in orde te krijgen, maar we hebben onze schouders daaronder gestoken en het is allemaal in orde gekomen. We hebben vergaderingen gehad met de politie, met de stadsdiensten en wij hebben inderdaad groen licht gekregen om te organiseren. Dus de eerste wedstrijd voor de nieuwelingen, die start om 2 uur. Die rijden 9 rondjes van 7,3 kilometer. En de tweede wedstrijd start omstreeks 16:30 voor de juniores, voor 13 ronden. Ja. Voor dezelfde afstand. Het aantal deelnemers is beperkt. Hoe zit het hier nu al in Polaren? Want er zijn inschrijvingen vooraf verplicht trouwens. Inderdaad, de renners moeten op voorhand inschrijving bij Cycling Vlaanderen. Wij hebben voor de nieuwelingen mogen maximum 120 deelnemers aanwezig zijn. Er zijn al 121 ingeschreven. En bij de juniores zijn dat maximum 150 inschrijvingen. En ook daar hebben wij al 121 inschrijvingen. Even het parcours zelf. Kan u daar iets meer over zeggen? Het parcours is een vrij pittig parcours, inderdaad. De start is aan het Parochiaal Centrum hier in het Polaren dorp. De renners rijden de Hoogstraat op om dan links af te slaan en dan onmiddellijk naar rechts nog een gedeelte van de Polarenberg mee te nemen. En dan rijden zij tot in Denderwindeke aan het kruispunt in Heuringen, waar dat zij rechts de heirbaan nemen om vervolgens opnieuw rechts aan de Eerste Kapel Rendestede door te rijden. Om zo in Roost uit te komen en dan richting aankomstzone Polarendorp. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.